Sony Media. Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij afscheid? Ja, mensen. Och, ik vind het best wel ingewikkeld omdat mensen nu zitten luisteren. Denken, oh leuk, zaterdagochtend ga ik luisteren en zo. En dat is ook absoluut leuk om te luisteren. Alleen, ja, we hebben wel een beetje slecht nieuws. Is dat we ermee ophouden. Ja, met de podcast. Ja, wel met de podcast. Ja. Er komen allemaal andere podcasts in de plaats. Maar gaan we straks ook nog vertellen. Wij samen zijn... We zitten een beetje in een Nick en Simon-achtig verhaal. Dus, ja. We weten niet wie de Nick is en wie de Simon. Nee. En maar dat tijd zal het leren. En we houden er samen mee op. Ja, we houden er mee op. We gaan ieders ons eigen weegs. Ja. En dat we hebben natuurlijk 2 jaar, iets langer nog dan 2 jaar, samengewerkt. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, nou ja, wat is er nog meer in de wereld? Ja, precies. Nou, en toen bleek daar best wel veel andere dingen in de wereld te zijn. Dus daar gaan wij nu mee spelen. Daar gaan we mee aan de gaan slag. Met andere mensen Zeker. Spelen. Dus dat is even de pleister die eraf moest. Precies. En ik... Dus ga allemaal weer op je stoel zitten, want het komt allemaal goed. Precies, dus als we nu gaan zeggen van hoe was jouw week? In mijn geval beheerste dit wel mijn week. Ja, Want, ik bedoel, we gaan niet de hele aflevering hierover praten natuurlijk. Nee, want dat hoor. Is een beetje saai voor de mensen. Het thema is wel afscheid, want daar kan je heel veel over zeggen. Het is natuurlijk best wel spannend zoiets. En ook moeilijk. En zenuwslopend. Althans, vind ik. Dat was wel een belangrijk item in de week. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat besluit... Hebben we al ietsje eerder genomen. Maar de aanloop naar een laatste aflevering, dat is niet niks. Nee. Nee. Nee, ik vond inderdaad de laatste weken vond ik echt wel een aanslag op ons alle twee, volgens mij. En dat is daarom is het ook prima. Dus het is ook terug afscheid. Maar goed, dan gaan we straks, als we in het thema afscheid zitten... Gaan we het daar weer over? Soms kan het ook goed zijn en prima zijn en dat je het snapt en zo. Dat wil nog steeds niet zeggen dat je het allemaal even leuk vindt. Maar ja, dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En, ja. En we hebben natuurlijk 2 jaar hartstikke leuke jaren gehad. En, heel erg leuk. Ja. Ja. En we hebben ook heel veel, eigenlijk alleen maar hele leuke luisteraars gekregen. Heel erg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, onze luisteraarsbasis is... superleuk. En ik vind ook zo leuk die comments en zo. Ja. Dat ze daar zo altijd lief in zijn. En ook voor, met het probleem. Als mensen worden geholpen met het probleem. Ze zijn eigenlijk nooit nare mensen. En altijd proberen ze iemand te helpen. En krijg ook heel veel terug. De mensen die problemen hadden. Er echt mee geholpen zijn. Ja, vooral vaak ook door die comments. Ja, precies. Ja, helemaal niet zozeer door wat wij allemaal hebben gezegd. Nee. Ook, maar... Je krijgt zomaar 100 adviezen van aardige vreemden die je niet kent. Ja. Ja. En daarom is het leuk, want als je dan een probleem hebt... Het is eigenlijk ook een gesprek met jezelf. Want je kiest daaruit wat iedereen zegt. En dan denk je, oh, daar zit wel iets in, daar zit niet in. Dus je kiest je eigen weg daarin, dat is goed. En dat was ook, als ze dingen over de podcast vertelden... dat wij dat altijd hartstikke leuk hebben gevonden. En heel erg daarvan genoten hebben. Ja. Dus, maar goed, het is niet zo dat er niks voor in de plaats komt. Ik ga door met Isa Hoes, die ik al meer dan 30 jaar ken. En wij hebben de eerste, Isa en ik hebben de eerste op 29 april al. Ja. Dan hebben we de Koningsdag gehad. En dan beginnen wij met frisse moed met Mark-Marie en Isa vinden iets. En dat is op dezelfde podcastpagina als dit. Ik ga 2 podcasts maken met Lies Visgedijk. Vind ik heel leuk. We beginnen op zaterdag 6 mei. Met Aaf en Lies lossen het wel weer op. En die podcast komt om de week online. Overal waar je hem wil luisteren, kun je hem luisteren. Ja. En dan hebben we op woensdag om de week op Podimo ook nog een podcast. En die heet Aaf en Lies pakken door. Precies. En wij die andere week. Dus Isa en ik zijn de ene weker. En jullie zijn de andere weker. En dan zijn Isa en ik weer. We wisselen elkaar keurig af. Maar nu gaan we gewoon nog een mooie laatste aflevering maken. Ja. Althans, dat zeg ik nu, dat hoop ik. Ja, vast wel. Over afscheid. Over afscheid.
De do's en don'ts. En we hebben ook, zelfs in deze, terwijl het schip aan de haven staat en aan het vertrekken is, hebben we toch nog een suikerfamilie. De Sofa Company. Nou ja, de Sofa Company. Die had dat toch ook niet verwacht. En bij een afscheid, waar zit je dan heerlijker in dan in een lekkere bank? Ja, precies. Ja. Ik vind het ook wel weer fijn dat we gewoon nog even wat suikerfamilie over de vloer krijgen. Anders is het wel heel kaal. Ja. En ja. Dat is een nergens van nodig. Ik weet niet, wij waren een keer, heel kort even. We waren een keer in Thailand. Toen gingen wij weg bij dat ding, was op een eiland. En toen moest daar de hele bediening, die moesten op de kade staan om te zwaaien. Net als in de White Lotus. Oh, en wij zaten gewoon maar met, volgens mij zaten we met z'n tweeën in het bootje terug. En die mensen, en die moeten dan helemaal tot je, niet meer zichtbaar bent. Tot je echt niet meer zichtbaar bent. Plus, je hebt het gevoel dat je ook terug moet zwaaien. Ja, want tuurlijk. Het is natuurlijk stom om te denken, ja, daar. En dan gewoon doorgaan. Ja. Dus je zit de hele tijd dat je denkt, van mij mag het ophouden. Je ziet, bij hun mag het al lang ophouden. Zij zouden 12 jaar geleden al mee op willen houden. Ja. Dus zij staan daar maar en we staan allemaal elkaar. Eigenlijk zou je moeten zeggen, voordat je instapt, jongens, very good, but don't wave all too long. Just it's one very minute. Nice, just, and then I make a sign, and then we stop with the... Maar dat doe je niet, want dat is ook een beetje banerend. Dus, je houdt elkaar in de greep, eigenlijk. We gaan nu gewoon 3 kwartier zwaaien. We gaan eigenlijk 3 kwartier zwaaien. Maar jullie hoeven niet terug te zwaaien, want we zien jullie niet. En we hebben hulp. Dat scheelt. Elke keer stapt er iemand anders in het bootje. Dus de Beaumonde stapt in het bootje. Dat is heel prettig. Met op de voorpagina Quinty. Ja. Waar ik natuurlijk een grote fauxpas mee heb gehad de afgelopen 2 jaar een keer. Over die bank die ik zei dat zij had, maar die had ze helemaal niet. Dus dat bleek helemaal niet waar te zijn. Ja. Dus heb ik ook heel erg mijn excuus voor aangeboden. Want als ik 1 ding supergoed kan, is mijn excuus aanbieden. Voor dingen. Dus toch? Dus vandaar dat we. Hebben we de Beaumonde met 20 ervoor. En we hebben ook een probleem wat ook als thema afscheid heeft. Oh? Ja, zeker. Dat vind ik wel leuk. Ja, moet zeker. Allemaal een heel klein beetje in één sausje zitten. Zit allemaal in één sausje. Nou ja, afscheid. De do's en don'ts. Wat doe je niet bij een afscheid? Ben je er goed in? Is ook een goede vraag. Ben je goed in afscheid? Ja, dat vraag ik me altijd een beetje af. Ik zou zeggen nee, maar tegelijkertijd ja. Want kan nee dat? Is gebaseerd op? Nou, nee is gebaseerd op het feit dat ik vaak moet huilen bij een afscheid. Dat ik er heel erg tegenop kan zien. Dat ik mensen heel erg kan missen. Maar ja, wie heeft dat allemaal niet? Dat lijkt me eigenlijk hele normale reacties. Het is ook wel weer zo dat als ik bijvoorbeeld... de paar keer in mijn leven dat ik in een ander land ben gaan wonen, ging ik dan ook wel weer volle zeilen vooruit daar. Ja, dus of bijvoorbeeld met mijn zus. Nou ja, die hoeft niet echt af te zijn, maar die woont in Amerika. Daar kan ik heel goed mee dealen. Dan gaat ze weer terug en dan denk ik, oké, dan zie ik je over een jaar weer. Precies. Dat kan ik gewoon. Dus ze is niet weg. Ze is niet weg. Ik kan er altijd facetimen. Ze bestaat gewoon. Ja. Dus eigenlijk ben ik er misschien ook best wel goed in. Ja. Denk ik wel eens. Terwijl ik zeg dat ik er slecht in ben. Je ziet als mensen bij ik vertrek en dan gaan ze net in België over de Nederlandse grenzen gaan ze een B&B beginnen. En dan staat die familie daar nou afscheid te nemen. Ja, alsof ze echt het nooit meer zullen alsof zien. Alsof ze zo een krater in springen met de hele familie. Ja. Dus het is echt. Terwijl ik denk, je bent toch. Het is prima natuurlijk. Ik snap heus wel dat België een beetje is emotioneel twee is. Uur rijden, maar... Ja. Maar die liggen er op de grond en die rennen achter die auto. En dan denk ik, nou, een beetje alles in verhouding zien. Snap je dat je er zo naartoe kan rijden als het echt zo is. En ik snap heus wel dat je iemand mist. Dat snap ik ook wel. Ja. Ik heb het ook. Maar dat is soms zo dramatisch. Ja, dat kan heel dramatisch zijn. Ja, wel laatst zag ik er eentje over een stel. En die ging helemaal Bonaire een huis maken van oude garagedeuren. Ik vond het nogal een onderneming. Ja. Want ze deed ook helemaal zelf. En ze deden in garagedeuren hier precies, in Nederland. Hij had al een hoop garagedeuren opgespaard uit zijn carrière. Zij was kapster, dus zij moest nog helemaal leren hoe je van garagedeuren een huis ging maken. Die namen afscheid. En toen vond ik iedereen vrij rustig eronder. Oh. Terwijl ik dacht, nou, zij gaan wel echt ver weg. Ja.
Dus het is altijd heel moeilijk. Dat is denk ik ook per familie anders. Het was wel zo dat later viel het kwartje wel bij die ouders. Van jeetje, ze zijn wel echt heel ver. Ja. Ja. Nee, want sommige mensen hebben even nodig. Nee, ja. Maar er gebeurt natuurlijk dat je denkt, ja, ze prima, komen helemaal niet meer langs. Dat is helemaal niet leuk. Nee, ik heb het ook wel eens dat het je overvalt ineens. Ja. Dat je denkt, oh jee. Het is eigenlijk een heel erg moment of zo. Ja. Ja. Ik ben bijvoorbeeld niet goed. Nou, wat zeg ik tegen alle mensen die denken, goh, wat is dat? Wat was dat raar laatst? Ik ben niet goed in afscheid op feestjes. Dus ik ga het liefste via de achterdeur gewoon stiekem weg. En dat iedereen denkt, waar is Mark Marina? Dat heet een Irish goodbye. Nou, ik ben van de Irish goodbye. Want ik hou helemaal niet van dan iedereen daar. Nee. Daarin weet ik ook niet wie wel, wie niet. Moet ik een hand geven? Voor je het weet ben je 30 mensen aan het kussen. Ja, meestal ga ik naar degene die het feestje organiseert. Die moet je wel en dan goed, zeg ik zeker. Ja. En die zeg ik dan, ik ga gewoon stiekem weg. Ik zeg, we hebben nog wel contact. Nee, dat zeg ik wel tegen degene die het feest organiseert. Oh, anders denken ze, maak me iets ergens van afgevallen. Ja, die zit vast in de wc. Ja. Oh, ik zeg niet tegen diegene, ik ga stiekem weg. Oh, ja. Maar ik zeg gewoon tegen diegene, ik groet jou even. Zo van, want ja, ik kan natuurlijk niet al die andere mensen nog groeten. Oh. Dat kan bijna niet. En dan, dus het is niet zo van, ik ga stiekem weg. Maar eigenlijk komt het er natuurlijk wel een beetje op. Ja. Maar ik ga ook wel eens gewoon. Ik was laatst op een groot feest. En toen dacht ik ineens, ja, ik kan nu ook gewoon gaan. En helemaal niemand dacht zeggen. Oh, zo ja. Ja, ik dacht, dan moet ik weer zoeken als het op heel dat groot feest. Is. Ja, dan weet je, waar staat die? Waar staat die? En dan moet je mensen gaan bellen. Wat een onzin. Als ze het concertgebouw afhuren, ja, dan ga ik ook niet. Ja, dan ga ik gewoon. Ja. Nou, dan ga ik gewoon naar huis. Ja, en dat is ook wel best wel lekker eigenlijk. En vrij snel meestal. Heel snel. Want ik ben niet iemand die heel lang op een feest. Nou, als ik al naar een feest ga. Oh, je bent heel snel vanaf het feest. Nee, ik was wel heel lang gebleven. No, nee, ik ben eigenlijk helemaal natuurlijk. Maar we hebben het wel vaak over gehad. Ja, je houdt niet van zo'n feest. Ik hou niet van feesten eigenlijk. Hè. Dus nee. Meestal kom ik niet. En dat is fijn dat mensen dat weten. Want die denken dan, die zeggen ook heel vaak erbij, ik nodig je uit dat je weet dat je wil je uitnodigen, maar je hoeft niet te komen. Te komen. Nee, dat en is dat is super fijn. Ja, dat is heel aardig. Dan voel je jezelf in ieder geval niet opgelaten. Wat ik wel heb qua afscheid, ik heb het nu even over het ultieme afscheid, namelijk dat mensen niet meer leven. Oh, dood. Dood. Begrafenissen. Zelfs mensen die ik niet heel goed heb gekend. Ik vind dat echt hartstikke moeilijk. Ja. Ja, terwijl soms is het echt iemand die ik 8 keer heb gezien in mijn leven. Nou, maar dat heeft te maken met onverwerkt verdriet, wat je zelf gewoon hebt. Oké. Okay. En fijn dat je dit ja, zegt. Nee, maar ik zeg het er maar bij, schrijf het nou op, want dan weet je straks niet meer. Dus je hebt heel veel onverwerkt verdriet waarschijnlijk. Ja, en, klopt. En het ligt aan het verdriet van anderen. Ja, dat dus zie je ook heel erg. Als iemand zit te huilen, bijvoorbeeld, weet ik wel, toen mijn oma stierf, oma Harbers, die kende ik gewoon echt niet. Die hadden we wel eens een keer gezien, maar in het voorbijgaan of zo. Nee, maar die had ik wel gezien. De die moeder was al, van jouw vader. Moeder van mijn vader. En die was al lichtelijk dementerend toen ik het kon merken, zeg maar. Toen ik haar. En zij wilde ook nooit op haar kamer, dus wij moesten altijd ergens anders gaan spelen, want zij wilde het niet op. Toen was dat in het bejaardenhuis. Oh. Maar toen was ze het al kwijt, zeg maar. Dus die kende ik eigenlijk niet. Maar toen zag ik mijn vader huilen en mijn tante. En toen, door dat verdriet, moest ik ook huilen. Ja, precies. Dat is het. Dan hangt er gewoon een deken van verdriet over iedereen. Ja. En dan, ja, dan moet je. Ja, dan zou ik bij Eva Braun nog moeten huilen, zeg maar. Dan zou ik toch erg vinden. Ja. Zie je toch haar nichtje? Dan denk je. Eentje. Ja. Je zou mijn nichtje van Eva Braun zijn. En wat leuk dat ik hier ben uitgenodigd. Ik vind het best wel interessant. Zijn die officieel begraven eigenlijk? Wat zou er anders met ze gebeurd zijn? Gewoon de zee gegooid. Nou, officieel. Nee, maar ik bedoel, zij waren natuurlijk in die bunker. Ja. Hebben ze zelf moeten gepleegd. Ja, hebben ze maar ze toen daar gewoon laten liggen? Nee, hebben ze niet aan laten liggen. Maar hebben ze toen gewoon echt een soort officiële begrafenis? Of nee, zou ze gewoon. Oh. Nou, veel zou zit erin. Ja, het zit veel zou. Ja, het is dus ook veel met vuur en het is ook veel met as. Met as. Iets met vuur en as en niet echt en een leuke begrafenis. En een rivier, nee. Nee, dat is niet echt een afscheidsmoment. Nee. Toespraken zie ik in heel het verhaal niet doorkomen. Bloemen ook niet. Ook niet. En veel Russen. Veel Russen, zijn veel contraspionage. En weer opgegraven en het lijkt wel heilige. Ja, maar goed. Dat zijn het niet. Dat zijn het zeker niet. Maar goed, afscheid. Afscheid, waar waren we gebleven? Nou ja, dat afscheid altijd een soort. Kan ook een mooi moment zijn. Ik weet nog wel dat ik een. Dit is wel een beetje een zeik. Gegeven, maar heeft ook wel iets in zijn. Dat toen mijn moeder stierf, kreeg ik van iemand een kaart en die zei. Goh,
een schip vertrekt, maar komt ook ergens anders weer aan. Nou, ja. Ik geloof niet dat je dood bent. Nee, want jouw moeder was dan dat schip. Ja, het was dat schip, ja. En, maar je geloofde dat helemaal niet. Nee, ik geloofde het niet. Nee. Maar ik vond het beeld van een afscheid. Het is voor jou een afscheid, maar voor iemand anders weer een begin of zo. Of where one door closes, another one opens. Ja, ja. Dat heeft wel iets. Alleen bij dood niet. Voor mij in ieder geval. Als je heel gelovig bent, die denkt... Ga naar de hemel. Ja, volgens mij moet je altijd even door het vagevuur. Als ik goed geïnformeerd ben. Ja, volgens mij is de deur boven, die komt uit op het vagevuur. En vanuit het vagevuur word moet je dan... Weer op de tast naar de hemel. Ja, dan kom je in de tweede ronde terecht, zeg maar. Als je dat level haalt, dus kom je in het volgende level. Ja, en dan is er een hemel en dan is er een hel. En als je naar de hel gaat, dan wordt de vagevuur iets feller, zeg maar. Ja. Qua hitte en qua... Minder vaag. En als je naar de hemel gaat, daar is het heerlijk natuurlijk. Want dan kan je ook een beetje bijkomen van het vagevuur. Maar ik vind het wel heftig dat gelovige mensen al zeggen van... Oh, ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan, want ik kom toch in de hemel. Als je dus weet, ik kom eerst in het vagevuur. Ja, maar ik stel het vagevuur voor als, denk ik, als een wachtkamer bij de dokter, ja, zeg maar. Okay, maar... Waarom de randen heen een soort gasbrandje is. Oh, maar niet. Ja. Het is warm, zeker. Het is niet comfortabel, maar het is ook niet. Het raakt jou niet, nee, zeg maar. Je hebt geen wonden. Het wordt warm, maar het is niet een... Heel, onbehagelijk warm. Het is onbehagelijk warm. Ja, op een gegeven moment denk je wel... Maar dan komt de dokter en die haalt je zo naar de hemel toe. Ja. Geloof je dat je in de hemel komt? Nee. Helaas niet. Nee? Nee. Nee, maar stel dat de hemel en de hel bestaat, dan... Ja. Zeker wel. Alleen, ik wist dat niet van dat vagevuur. Dus dat zit ik nu nog even... Nee, het is geen keuze. Je kan niet denken, dan doe ik het toch maar niet. Ik denk dat ik in de hemel kom. Ik vind het flauw. Want je bent als mens een goed mens geweest. Ja, vind ik wel. Mooi. Ik vind mijzelf geen kandidaat voor de hel. Nee. Ik vind de hel... Ja, ik vind het nogal een plek. Ja, maar je weet niet hoe hoog die lat ligt, hè, lieverd. Nee, ja, ik heb geen idee. Snap je? Maar kijk, ze kunnen... Als je de wereldbevolking hebt... En ongeveer grofweg de helft gaat naar de hemel... Nee, maar dat is niet. Wie nou zegt ja, ik dat weet dat niet zo wat de verdeling is. Nee, ja, maar het kan wel dat heel weinig mensen, maar dat worden eigenlijk vanuit het vaak voor iedereen, zeg maar, de echt dagenlang iedereen die hel in gaat en dan heel af en toe één trickeltje gaat erdoor. Die heeft zich zo goed en leuk gedragen, die is goed geweest voor andere mensen, die heeft geprobeerd om goed te doen. Ja, dat ben ik wel. Ik zie mezelf daar wel. Ik denk dat je dit stukje daarboven nog wel eens terug gaat zien. Dat Petrus dan zegt, ja, maar wat je hier zei over jezelf, dat is, ja, dat kan, hè? Gelukkig is dat nog vastgelegd je allemaal. Je maakte een kans op de hemel, maar als je zo zegt, hup, ik ga maar naar de hel. En wat denk jij? Zei je. Wat denk je zelf? Ik denk van mij, ik denk dat ik... Ik denk wel dat, maar dat komt ook omdat God in mijn hartje kan kijken. Mm-hmm. En ik denk dat hij daar ziet dat ik een goed mens ben. Jij komt ook in de hemel. Ik kom in de hemel. dat weten we dan ook weer. Ja, dat is ook mooi om te weten. Even nog over... Want mensen zeggen altijd, dat is ook wel altijd interessant... dat iedereen die dood is, dat je alles op de wereld kan zien. Maar dat lijkt alles? Mij heel vervelend. Nee, dat ja, dan kan je bij iedereen zomaar kijken, maar dat lijkt mij... heel erg naar. Misschien wen je er op een gegeven moment aan dat je iemand ziet poepen, dat iemand, snap je, dat je denkt... Iemand ziet vermoorden, dat wil ik helemaal niet zien. Nee, maar ja, toch kan het zo zijn dat God zo het heeft. Kijk, iedereen maar denkt dat vind ik echt de hel. Dus dan wil ik dus niet naar de hemel. Ik ja, wil echt de hel is de dus dag nog zien erger. Hoe andere mensen elkaar maar de hel is dus zijn. Nog en dan zie je hetzelfde, maar dan met een groot glas. En dan warm. Maar dan met een groot glas en je bent erbij. Dus het is, ja, het is het een of het ander. En kijk, vindt zie het je leuk, al. Want je vindt, zo ben je dan. dat zo ben je zit dan. In je. Ja, dus ook een beetje in de hel zitten. Ja. In dit geval. Ja. Maar goed. Wat we trouwens ook nog even gingen doen in deze aflevering. Oh. Qua hemel bedoel ik. Is terugblikken op de hoogtepunten. Op de hoogtepunten weet je uit dat onze nog? Podcastcarrière. Ja. Heb jij al een terugblikje? Nou, ik heb nog geen. Heb jij een terugblikje? Ik heb heel veel terugblikjes. Vertel. Maar ik vond een van de. Nou ja, dat is meer een soort conglomeraat aan terugblikjes. Dat is de tijd in het hotel. Ja. We begonnen in een hotel. Ja. Dat weten natuurlijk heel veel luisteraars niet. Ik weet niet of we daar... Nou, daar legden we best wel veel nadruk op, geloof ik... toen we daar altijd zaten op te nemen. Ja, want het eerste gesprek in het hotel was in een lobby... en dan moesten we weer naar buiten. Oh, en dan moesten we weer over tijd. De gracht... en dan moesten we weer door het andere hotel naar binnen. Ja, het hotel stond leeg. Daar hadden ze niets te doen. En op een of andere manier was er een gebouw tussenin... waar ze geen sleutel van hadden. Dus dan moesten we weer zo naar buiten... en dan moesten we langs de andere kant weer naar binnen. Tony-achtig. Ja, gewoon. Ja. Ja.
Maakt niet uit, het was heel koud. We liepen het heen en weer tussen die twee gebouwtjes. Maar we zaten in een roze hotelkamertje, echt klein. Ja. En eigenlijk de jongens die hier nu zitten, waren er toen ook heel vaak bij. Titus ook, de baas. Ja. En dan zaten we in dat kamertje en dan hadden we dat kacheltje. Een klein kacheltje, ja. Dat klinkt alsof... Dat moest aan en uit, aan en uit. Ik kon dat niet zo goed handelen. Jij had het dan koud, ik had het erg warm. Ja. Maar het kamertje was heel klein. En er was er een ander hotelkamertje, want het was allemaal net begonnen, dat hele bedrijf. Ze hadden helemaal geen geld. Het moest allemaal in gratis hotelkamers. Ander hotelkamertje zaten mensen te monteren. Ja. Of gewoon een beetje een soort van kantoorachtige dingen. Ja, maar er kwamen er ook wel eens verdwaalde toeristen van bovenaf, herinner ik ja, me. Dat waren ineens, nog dacht, maar hoezo, toeristen hoe in dat zit hotel. Zij hier ja, er ook kwamen nog. Er drie halfdronken Britten. Yes, ja. Ja, dat begreep ik dan nooit zo goed. Nee, en wat ik lastig vond, ik moest gewoon hartstikke vaak naar de wc. Nou, dat is nog steeds zo. Maar de wc was in de hotelkamer van de jongens die zaten te monteren. Ja. En dat was gewoon heel dicht op elkaar allemaal. Ja. Het was sowieso allemaal heel dicht op elkaar. Ja. En ik heb daar wel hele goede herinneringen aan. Ik ook. Zeker. Juist omdat het was zo raar met die coronatijd. Het was een leegstaand hotel. Er waren inderdaad verdwaald. Het was zo wonderlijk eigenlijk. En daar zijn die livebankjes ook gestart. Dat we op de gracht zaten daarvoor. Ja. Weet ik wel, een keer een zwangere Amerikaanse vrouw die niet wou dat we ernaast gingen zitten. Ja. Want ja, ik ga direct bellen. Ja, veel plezier ermee. Ga maar ergens anders bellen. You go and call over there, please. Dat jouw hoogtepunt? Ja, bij die koekenman daar. Jezus zegt. En dat die was dicht. Wel. En die was er niet eens open, ja. En natuurlijk heel de corona en al die heel die periode. Ja. Want die hebben wij allemaal doorgewerkt, toch? Jazeker. Nou, het hele plan ontstond gewoon ook door corona. Ja. Jij zou volgens mij op tournee. Ik zou met mijn kleine tourneetje iets gaan doen. Ja. En we hadden, dat viel allemaal weg. Eigenlijk was podcast of het enige wat je nog wel heel makkelijk kon doen. Nou, ik las een interview met Sander en Jaap. En toen dacht ik, dat is leuk. En toen heb ik jou gebeld. Toen zei ik, of ge-sms, denk ik. Ja, ge-sms'd. En gevraagd, zou jij dat zien zitten? En toen is Sander langsgekomen in jouw keuken. Ja, en er was Titus bij. Ja. En we hadden helemaal niet gerekend op Titus. Die had geen taartje. En toen, nee, wel. Jawel, maar we hadden... Zij hadden volgens mij broodjes van... Oh, ze hadden broodjes meegebracht, ja. Zaak mee, ja. En jij had ja, gehakt. Ja, zo'n dino-broodje. Jij had gehakt. Dino. Ja. Ja, dat is een super van goed. Renzo. Ik had van die Italiaanse kaas. Ja, precies, iets vegetarisch. Ja. En zo is het gebeurd. Ja. Ja. Zo is het gaan hollen. En zo heeft het 2 jaar gehold, zeg maar. Ruim 2 jaar gehold. En één stuk door. We hebben echt elke week hadden we gewoon een hele nette opname, ja. Ja. Dus dat is wel... Ja, ik vond de Songfestival aflevering ook heel erg leuk. Dat we qua geluidskwaliteit waarom is het niet mijn mooiste waarom herinnering. Waarom we daar waren gaan zitten. Dat was nou, gewoon, we wilden gewoon, ja, we wilden gewoon daar naartoe. Ja. Nou ja, we kregen een uitnodiging om daar een aflevering op te nemen. Dan zijn we natuurlijk meteen. Ja, we hadden ook al 2 jaar geen uitje gehad, hè, rond die tijd. Het was ons we hadden eerste nog nooit uitje. Een uitje gehad. Nou ja, goed, maar toch? In de coronatijd hadden we sowieso... Ik was nergens geweest al jaren. Nee. Toen kwam ik ineens op het Songfestival. Nee, dus daar wilden we ook echt wel echt graag naartoe. Ja, maar het probleem was, we zaten in zo'n cabine waar de jury ook in zit. Ja. Daar gingen we opnemen. Nee, maar... waren de presentatoren van ja, de commentatoren. En zo, ja, die zitten er allemaal. En daar komt natuurlijk heel veel geluid doorheen. Dat is ook de bedoeling, want je moet de show volgen. Ja, maar daardoor konden wij er helemaal niet overheen. En dan hadden luisteraars ook helemaal geen boodschap aan. Die hadden er eigenlijk... Waar hadden zij eraan? Dat wij daar zaten en met herrie op de achtergrond. Het sloeg echt helemaal dat was heel eigenaardig. Dus, maar dat was wel... Het was heel leuk. Super grappig. Ja. En toen... Toen zag jij nog, toen ik naar de wc... Ja. Ik was weer naar de wc. Måneskin. Ja, toen kwam Måneskin. En toen heb ik nog gezegd, I like your song, zei ik nog. Ja, je hebt echt contact met zijn hand. Ja, ja, dat was wel toen een beetje waren ze hand. Weer weg. En toen zat jij weer te plassen. Ik zat, zoals altijd, op de wc. Ja, op het toilet, op het grootste moment in de wereldgeschiedenis. Ja, zit jij met mijn toilet. Kleine boodschap. Grote momenten, kleine boodschap. Dat is mijn levensmotto. Maar... Is dat je highlight? Zo'n festival? Nou, dat vond ik wel heel erg leuk, ja. Dat had ik, toen had ik wel... Uitje. Wel goeie schik. Ja, hele goede schik, ja. Nee, ik heb eigenlijk... Ik heb toen eigenlijk... waren we met Pepe op pad. Ja. Ja. Ja, die zat toen ook heel ongemakkelijk, moest hij zitten, want er kon toen helemaal niet anders. En ja, die past helemaal niet in dat hokje. Ik weet het allemaal niet, nee, maar het was echt een... paniek.
Ja. Ja, het was echt, ja, qua podcast was gewoon, je kon er eigenlijk niet naar luisteren. Nee. Want je hoorde gewoon heel veel hard geluid. En dan hoorde je ons net een beetje doorpiepen. En op heel ver afstand zijn we de Chantal Jant een beetje ronddabben en zo. Dus je dacht ook heel van, oh ja, wie weet je dat ook alweer. We konden die show helemaal niet volgen. Ja, het was echt, maar daardoor was het wel heel erg leuk, ja, om daar rond te hangen. Ja. En nee, die twee jaar zijn eigenlijk heel veel dingen die ik heel erg leuk vond. En ik, de afleveringen zelf gewoon vond ik leuk om te doen. Dus op zich, ja. Ja, alleen maar good memories. Ja, alleen maar good memories. Dus afscheid, hoeveel sterren geef je? Sorry, ik krijg een soort zenuwachtige lachaanval. 3. Oh ja. Tim zit erbij, hè? Ja, maar 3 is zo... Ja, maar dat is omdat ik het zo vagevuurachtig vind. Zo nog niet gekozen. Niet leuk, maar ook soms wel heel leuk. Ja. Kan allebei de kanten heel hard opvallen. Het is iets wat heel ambigu is. Heel dubbel. Ja. Ik ben ontzettend gewoontedier. Dus ik geef het 1 ster. Want afscheid is, het betekent eigenlijk altijd weer iets anders. En ik ben eigenlijk helemaal niet van iets anders. Dus ik ben heel erg van, oh, laten we gewoon altijd allemaal gewoon hetzelfde blijven, ja. Ja, dus ik kan me ook heel erg voorstellen als ik in het vragenvuur zit. Ik blijf gewoon hier, gewoon zoals het is. Gewoon prima. Het is een beetje, ja, het is wel iets te heet. Maar goed, af en toe gaat die deur maar open. Dan hoef je tenminste niet naar de hel. Nee, maar dat zou ik echt nooit terechtkomen. Nou ja, maar de hemel blijkt nu ook een rotplek te zijn. Ja, maar daar wen je aan. Dus als je alles ziet, wen je daar op een gegeven moment aan. Denk je, nou prima, dat heb ik ook gezien. Je zit in het vagevuur. Nee, het vagevuur. Nee, Sofa Company die heeft daar overal bankjes staan. Maar, niet maar, in het vagevuur. Zeker niet daar, want het is eigenlijk een Deens uniek design, zeker? Hebben ze. Van hoge kwaliteit. Design to love, prices to like. Ja, eerlijke prijzen, eigenlijk hun, dat bedoelen ze. Ja. Geen crazy kortingen, geen Black Friday, dat soort onzin. Dat is heel goed om op te letten. Dat als mensen Black Friday hebben, dat ze denken, je moet altijd een beetje goedkoper zijn. En wat zo leuk is, je kan je eigen design maken. Ja, dat vind ik ook leuk. Je eigen bank kan je ontwerpen. Ja, dus een beetje zoals het jou uitkomt. Als je denkt, goh, ik heb 8 kinderen, dan is het leuk als daar een uitstulping zit. Dan kunnen zij daar zitten en zo. Dus je kan het helemaal zelf... Je eigen kleur, je eigen stofje. Ja. Ze hebben ook showrooms. Dan kan je lekker even gewoon gaan zitten op die banken. Maar waar hebben ze die showrooms? Nou, dat zal ik je vertellen. Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Antwerpen en Gent. Nou. Dus je kan overal terecht. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het heel fijn dat ze een snelle leeftijd hebben. Dat je niet denkt, goh, ik vind nou rood leuk. Maar tegen die tijd die wordt bezorgd, weet je wel. 3 jaar later vind ik eigenlijk rood niet meer leuk. Nee, dat is een risico met een langzame leeftijd. Ze hebben excellent service en ze hebben hele snelle leeftijd. En ze hebben nu een nieuwe lancering. Ze hadden bijvoorbeeld hun modulaire bank Alfred. Wat ik een hele leuke naam vind voor de bank. Die hebben ze in een nieuwe stof gestoken. En ze hebben ook gewoon een hele nieuwe lentecollectie. Dus er is weer van alles te bekijken. Nou, en ze hebben dus van Sofa Company speciaal gevraagd aan ons... om toch vooral te zeggen, om een keer, ga een keer naar die showroom. Want als je daar bent, dan kan je echt gewoon alles een beetje uitproberen. En dan denk je, goh, op zoals ik het hoorde, leek me Alfred niks. Maar nou zie ik Alfred, vind ik hartstikke leuk. Erop. En er lopen daar ook allemaal interieurspecialisten rond. Dus die kunnen jou ook een beetje helpen. Ja, die help je er ook mee. Dus, Sofa Company. De Beaumonde. Wat brengt de Beaumonde? De Beaumonde brengt... Nou, er stond een stukje in over Cher. Want Cher heeft weer een nieuwe liefde. Cher? Oh, Cher is 78. Ja. Geutje. En die heeft een 37-jarige vriend... Ja. Dus dat is 41 jaar jonger. Ja, minder dan 41 helft. Jaar jonger, ja. Maar dat is prima, want dat moet iedereen zelf weten. Hartstikke leuk. Maar hij is een producer en een schrijver. En heeft een aantal liedjes nou voor haar geschreven. Oh. Dat vind ik nooit zo goed nieuws. Want? Nou, als iemand een relatie heeft met iemand en die maakt liedjes... dan heeft de geschiedenis heel vaak geleerd dat één van de twee zich tekort doet. Want die denkt, ja, het is misschien zo'n mooi liedje... maar ik hou zo van jou, ik vind het toch wel een mooi liedje... maar het blijkt dan geen mooi liedje te zijn. Nee, zo van, je doet het alleen maar uit liefde-achtig. Ja, ja. Zo, Cleo Lane, zegt dat je wat? Nee? De zangeres Cleo Lane. Zoek maar zo, als je thuis bent, moet je eventjes Spotify, Cleo Lane. En die was een hele goede zangeres.
En ik geloof dat Rita Reis niet zo dol op de was, maar het was een soort jazzzanger. Ja, die vond het geen jazz, omdat Cleo Lane, zij al haar improvisaties thuis al had gerepeteerd. Maar ja, dat moet ze zelf weten. Ja. En ze had een waanzinnig groot bereik. En dat kon Rita Reis ook niet weten. Nee, Rita Reis... Maar goed, Rita Reis is natuurlijk prima. Hartstikke leuk met Pim Jacobs. Maar en een dochter waar ik altijd denk dat ze bij paarden... Dat ze heel in de paarden zit. Huh? Ja, ik weet niet waarom. Dochter van Rita Reis zit in de paarden. Ja, dat denk ik. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Ja, dat weet maar daar gaat het ook helemaal niet over. Want dit gaat natuurlijk over Cleo Lane. En Cleo Lane had een man, John Dankworth. Ja. En die was bandleider. Maar dat was niet zo'n hele goede bandleider. Maar die heeft eigenlijk heel haar carrière een beetje verstierd, heb ik het idee. Want als zij gewoon vrij was geweest... Zij bleef maar altijd met die John Dankworth werken. En als zij gewoon vrij was geweest om met iedereen te werken... dan heeft ze natuurlijk haar eigen schuld. Ja, dan had ze meer dan had zij, mooie denk ik, ja, dan had jij nu nog geweten wie Cleo Lane was. Ja, want jij weet dat weet nu ik niet. Dat dus niet. En zij leeft nog wel. En ze heeft bijvoorbeeld een keer in Zwolle opgetreden. Oh. Ja. En toen... hadden ze gewoon in de zaal. En toen bleken er zo weinig kaartjes voor verkocht te hebben... dat ze in de foyer tafeltjes bij elkaar hebben gezet. Dat zij heeft opgegeven. Vind ik zielig, want zij was echt een ster. Ja, dus dat is jammer. Sneu. Dan komt er een stukje over beste vriendinnen. En daar staat ook Patricia Pai. En Patricia Pai is haar beste vriendin, is haar zus. Yvonne Keely. I Had Words. Ja. En zij waren toch ook samen. Ze zongen toch ook samen liedjes. Ja, met haar moeder. Ja. Met z'n drieën de Star Sisters. Nee, zoiets. Ja, of de Sisters. Sisters waren ook sisters. Nou, die moeder was natuurlijk een sister, maar die noemde ze dan even een sister. Maar goed, wat zo grappig is dat ze zegt: goh, ze zijn het altijd met elkaar eens. Yvonne en ik hebben nog nooit oneenigheid gehad, zegt ze dan. Nee, dat kan niet, maar goed. Ja, maar dat zegt zij. Ja. Natuurlijk komt het voor dat we het niet met elkaar eens zijn, maar dan zegt zij: prima, joh, jij je zin. En dan is het voor ons allebei weer klaar. Handig. Dus zolang als Yvonne maar zegt... ja, joh, prima, jij je zin. Dan is het voor Patricia ook prima. Ja, ik wil Yvonne's kant van het verhaal ook graag horen. Zou ik ook wel willen horen, ja. Want dit lijkt me voor Yvonne niet een werkbare situatie. Helemaal niet leuk. Overleefbaar. En dan heeft Fleur Baksmeer... Baksmeijer, ja. Die schrijft vaker stukken, Baksmeijer, volgens mij, ja. In de Boomhonden. Ja. Fleur Baksmeijer, die heeft een diepte interview met Andy van der Meij. En ik moet altijd zo lachen met journalisten. Sowieso moet ik lachen met journalisten. Maar ik moet ook altijd lachen met journalisten als ze vragen... wat heb je nog nooit in een blad over jezelf verteld? Ja, dat vind ik zo'n makkelijke vraag. Ja. Onthul nu iets. Geef me iets wat je nog nooit hebt verteld. Wat is je allergrootste, duisterste geheim? Ja. Dat vind ik zo dom. Kom er lekker in. En dan vraagt ze, wat heeft je jeugd gebracht? En dan zegt hij, poeh ja, ik heb veel meegemaakt in mijn jeugd. We hebben politieinvallen in huis gehad. Er waren schietpartijtjes. Schietpartijtjes. Ja, van schietpartijtjes. Dat lijkt een beetje kinderfeest. Ja, lijkt een beetje kinderfeest. En dan vraagt ze, vraagt Fleur aan Andy, wanneer zei je voor het laatst sorry? Vond ze ook een goede vraag. Nou, zegt hij, dat was gisteren. Ik had spontaan twee mensen uitgenodigd in het café dat ik aan huis heb. Oh, heeft hij ook een café aan huis? Ja, maar dat dan, is een ding aan het worden, ja, volgens mij. Ja, maar dan ben je voor mij gewoon sowieso ben je dan af. Zo vaak weer in. Nou, een café aan huis. Gewoon in je eigen huis. Ja. Heb je in de garage heb je een café vind gemaakt. Vind ik leuk. Vind ik gezellig. Vind je leuk en gezellig? Dat heeft die jongen ook met die bril. Hoe heet die jongen nou ook alweer? Nee, zie je, daarom gaan we uit elkaar. Ik begrijp gewoon niet hoe je dat mee eens kan zijn, ja, mensen, dat je het café, nu weten jullie het, dat je een café aan huis hebt. Waarom ben je daar tegen? Nou ja, ik vind dat vind ik net als mensen die in hun huiskamer een barretje hebben. Ja. Van bamboe zo. Met, van die latjes. Zo afgezet met van die Dat was maar dat vind ik zo raar. Ik heb bamboe. Hem dus uitgezet. Maar dan gaat Siri, die denkt dan toch, die komt daar toch doorheen. Door de hek. Vaak met jouw die telefoon. Maakt de hek open. En die komt dan toch nog binnen om te vragen: is er iets aan de hand? Ik vind het wel leuk dat Siri ook in onze laatste aflevering een rol heeft gespeeld. Nou, daar wil ik best wel afscheid van nemen, ook van Siri. Want daar heb ik het ook wel een beetje mee gehad. Maar waarom vind jij een café aan huis zo erg? Omdat. Nou, ik drink dus niet. Nee, maar je kan ook koffie drinken in een café aan huis. Nou, kan ook het is een geen koffiebar. Zijn. Hij zegt niet, ik heb een koffiebar aan huis. Zou ik ook raar vinden trouwens, een koffiebar aan huis. Niemand heeft een koffiebar aan huis. Volgens mij heeft André van Duin dat. Nee, die heeft gewoon een café. Nee, die heeft een barretje. Nee, maar geen daar kan barretje, je koffie krijgen. Die heeft een enorm café. Die heeft een hele verdieping van zijn huis is een café. Ja. En toen ik maar daar kun je koffie ik weet drinken. Nog steeds niet of er nou waar is of een legend. Maar ik vertel het toch, want het is leuk om te vertellen. Ik weet niet of het leuk om te horen is, maar het is zeker leuk om te vertellen.
André van Duin, die had de café laten bouwen. Ja. En toen zaten ze erin, was het klaar, En toen dacht ze, ja, het is... Er mist iets. En toen kwamen ze achter, het is geroezemoes. Ja. En toen hebben ze cassettebandjes met geroezemoes. En als ze daar gaan zitten, zetten ze cassettebandjes met geroezemoes op. Snap ik wel. Ja. Het is anders niet echt een café. Nee, want dan zit je zo met z'n tweeën op een barkruk. Ja. En dan krijg je daarna nog een rekening ook. Ik vind het... Ik kan daar niet over uit. Hoe stom ik dat vind. Maar goed. En die had dus mensen thuis uitgenodigd. Had ze niet gezegd café. Tegen Melissa. Oh. Melissa, want het is met één S. Ja, het is met één S, ja. En ze kan niet tegen als er ineens mensen in het café zitten die ze niet kent. Ja. Dan moet ik een keer veel in huis hebben, vind ik. Dan als je het niet tegen kunt als er vreemde mensen in een café zitten. Nee, dat is wel een beetje het principe van een café. Ja, dat er en, vaak en mensen daar heeft hij zitten. Achteraf dan excuus voor aangeboden. Dat is natuurlijk super. Sympathiek. Dus dit was de Beaumonde, dames en heren. Zij waren natuurlijk zelf met heel de redactie weer overal geweest. Hadden ze weer de hele wereld Ze hadden weer heel de wereld afgelopen en ze hadden het allemaal zo heel erg naar hun, naar hun zin gehad. Ze was in Parijs geweest, want het valt mij wel op dat de hoofdredactie, die zit altijd in Parijs. Ja, die hebben het buitenland. Ja, Annelies race door Parijs tijdens Paris Fashion Week. Ja, het zal goed zijn, Annelies. Maar je moet ook eens een stagiaire... stagiaire sturen ook naar een buitenland. Naar Parijs, zeker. Ja. Dat kan zo'n stagiair echt wel. Precies. Ja. Nou, dit was... Dus dit was de Beaumonde met Andy... hoe heet je met z'n achternaam? Van der Meijden. Van der Meijden. Ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Dan hebben we het... Het laatste probleem. In het thema... Is het een thema afscheid? Jullie zijn toch allemaal wel bijgekomen ervan? Ja, kom. Pak lekker een kop koffie. Ga lekker in je bar zitten, in je café zitten. Ik kom nu wel van pas. Ja. Lieve Aaf en Mark-Marie. Ik heb 12 jaar een relatie gehad met iemand die nu een goede vriend is. Iets wat altijd een ding is geweest tijdens die relatie, is dat ik hem vrij moeilijk meekreeg naar dingen die ik leuk vond om te doen. Zoals uit eten, concerten en verre reizen. Die dingen gebeurden dan ook zo goed als niet. Vaak onder het mom van te duur. Ik heb het al die jaren geprobeerd te accepteren, deed sommige dingen dan maar met vrienden, maar andere dingen wilde ik liever met mijn geliefde doen en deed ik dan maar helemaal niet. Uiteindelijk ging het uit en aan mijn kant speelde het gevoel hierin beperkt te worden een grote rol. Toen de vriend mijn huurhuis uit moest, bleek hij opeens een ton spaargeld te hebben, waarmee hij moeiteloos een huis kocht. Dus dat geld besparen had voor hem wel veel zin gehad. Maar voor mij voelt het steeds meer alsof ik die 12 jaar tijd verspeeld heb. Want, zoals gezegd, zijn we wel vrienden gebleven, maar sinds we uit elkaar zijn, is de vriend veranderd. Hij gaat nu opeens wel vaak leuke dingen doen, zoals naar concerten. En zijn algehele houding is ineens een stuk minder neurotisch. Deze verandering zorgt er niet voor dat ik hem terug wil, maar het is wel al langere tijd moeilijk voor mij. Sinds kort is er nog iets ultiem confronterends bijgekomen. Hij heeft een meisje ontmoet waar hij het leuk mee heeft, maar officieel geen relatie, want hij is niet echt verliefd. En ze kennen elkaar 1 maand of 4, maar hij gaat volgende maand al met haar op een dure vakantie naar Egypte. Iets dat ik zelf toen de tijd met een vriendin heb moeten doen, omdat hij het niet wilde. Het probleem is dat het mij niet lukt om blij voor hem te zijn en te accepteren dat de dingen nou eenmaal zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ik blijf het maar oneerlijk vinden en ik heb er veel last van. Mijn vraag is eigenlijk, herkent iemand dit en heeft iemand tips om hiermee om te gaan? Kan ik de vriendschap misschien toch beter tijdelijk beëindigen totdat ik het een plek heb gegeven? Of is het realistisch om het in de vriendschap te leren loslaten en accepteren? Zo is. Ja, het is een verhaal. Ja. Ik vind best wel veel saillante details. Zeker. Dat je in een relatie ongezien een ton spaart. Ja. Waarbij je altijd zegt, dit is te duur en dat is te duur. En we kunnen niet op vakantie en we kunnen geen leuke dingen doen. En ja. Ondertussen ben je een ton bij elkaar aan het hamsteren. Dat zou mij al steken, eerlijk gezegd. Dat iemand achter mijn rug een ton bij elkaar spaart. Dat vind ik echt heel heftig. Ja? Nou... Als ik zou weten van hij is daarmee bezig, dan zou ik denken, oké, dat is blijkbaar zijn project. Maar ik vind het wel grof dat je uit elkaar gaat en dan blijkt iemand een ton te hebben gespaard waarmee hij een nieuw huis koopt. Ja. Wel goedkoop huis overigens. Ik wil heel graag weten waar het staat. Nee, maar het aanbetalen. Tuurlijk, ja. Maar dus dat vind ik al een ding. Dat je in een relatie van 12 jaar zo'n project hebt zonder dat te delen. Dus wat is jouw... Nou ja, ik heb het gevoel...
als ik haar zo beluister, dat er gewoon heel veel wrok zit. En dat vind ik ook niet geheel onterecht. Het is natuurlijk heel moeilijk als jij altijd hebt moeten inleveren, in die zin dat je niet mee kon naar, of dat je niet samen naar leuke reisjes kon, of naar een concert of een etentje, dat nu ineens wel kan. Dus dan, ik snap haar zich beroofd voelen wel een beetje. En ik vraag me dus ook af, zij heeft het over tijdelijk beëindigen van de vriendschap. Ik zou de vriendschap in ieder geval op een laag pitje zetten. Ja, ik zou denken, wat heb je er in godsnaam aan om jezelf dit allemaal aan te doen? Dus Om jezelf wat aan te doen? Nou, om hier heel erg mee bezig te zijn. Ja. Vergeving is een heel groot cadeau aan jezelf. Dat heeft niks met hem te maken. Maar daar bevrijd je jezelf mee. Dus vergeef hem dingen die je dacht dat erg waren. En ik ben nogal groot op vergeving. Omdat het voor jezelf heel bevrijdend ja. is. Dus moet je niet voor hem doen, doe het voor jezelf. En als hij niet... als hij destijds zei, ik had gewoon geen geld en ik vind het allemaal te duur en ik wil niet op vakantie. Nou ja, dat was waarschijnlijk ook zo, want hij wou sparen. Ja, en misschien had hij dat moeten zeggen, van ja. ik wil sparen. Maar goed, hij heeft ook gedacht van, nou, dat is misschien een beetje raar als ik dat heel erg zeg. Dus hij liet dat gewoon zoals het was. Dus ik zou denken, let it go. Dat wilde hij toen niet met jou doen. En dat ja. is misschien vervelend om ja. nu te horen. Maar je hebt het ook heel leuk met hem gehad. Want je bent jaren bij hem gebleven. Dat is waar. En probeer te kijken naar dingen die je leuk vond aan hem. En dat hij lief was. En dat, want anders blijf je niet zo lang bij hem. En het is nooit verspilde tijd. Want je hebt altijd heel veel leuke momenten gehad samen. En dus dat ze zegt, waar. Heb ik allemaal voor niks gedaan. Dat vind ik echt, dat nee, moet je zelf helemaal niet aandoen. Dat moet je jezelf helemaal niet aandoen om dat te zeggen. Dus ik zou denken, hou de vriendschap, koester hem. Je kent hem al een hele tijd, je bent dol op hem, je hebt heel veel van hem gehouden. Dat blijft. Dus ik zou zeker niet dat nu hierdoor voor jezelf laten verpesten. Want je verpest voor jezelf. Dat is waar, maar als zij die gedachte gewoon niet uit kan zetten... En het blijft maar in haar opkomen. Nou zit hij in Egypte. Nou is hij weer in een restaurantje. En dan moet je misschien zeggen van, nou, dan moet ik iets minder met hem omgaan. Want anders blijft dat vlammetje steeds weer aangewakkerd worden. Het zou gezonder zijn als ze probeert om zichzelf te laten gaan. Om te laten gaan. Ja. En te begrijpen dat ze dat niet voor hem hoeft te doen, maar dat ze dat voor zichzelf doet. Ja, dat is het makkelijkst. Dat is niet het makkelijkst. Nee, dat is niet het makkelijkst. Maar op papier is dat natuurlijk de beste oplossing. Alleen mocht dat menselijkerwijs niet gaan, dan zou ik zeggen, richt je gewoon op je andere vriendschappen. Laat hem de wereld afreizen met zijn nieuwe vriendin. Ja, precies. Ja. 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 Dat gaat toch wel gebeuren. Ja. Ja. Nou, daar denken we net iets anders over. Maar dat is ook mooi, want dit is de laatste keer. En we hoeven sowieso niet altijd eens te zijn. Nee. En het is mooi dat we hierin ook onszelf... En agree to disagree, dat is gewoon heel mooi. Zijn, ja. Ja. Zullen we nog even de jongens bedanken? Ja, heel erg graag. Maar we gaan natuurlijk nog heel veel met jongens werken. We gaan ze zeker maar nog sowieso zien. Heel erg dank voor iedereen. Nou, sowieso iedereen die daaraan mee heeft gewerkt. Ja, alle jongens en meisjes. Vertrouwen in ons hebben gehad. Ja, Bleek helemaal niet terecht achteraf. Maar toch, dat was super fijn. Die ons hebben belicht. Die ja. ons hebben gemicrofoond. Die ons hebben geregisseerd. Ja. Die ons hebben geproduceerd. Laten en dan vooral lachen. Siep natuurlijk. Ja. Die we enorm gaan missen. Nou, niet tot dan. Jawel, tot dan. Dus met Isa, maar... Tot dan. Dus tot dan.